Doordat je overprikkeld bent of vermoeid bent, kunnen de symptomen van ADHD ook voorkomen, als in dan word je ook vergeetachtiger en dan word je ook chaotischer. Ja, maar dat is wel zo. We, zijn, we willen natuurlijk ook een boek schrijven en zo. En, en, en... Hm? Dat heb je het nooit gedeeld dat wij een boek willen ja, schrijven? Nooit. Heb je een officiële diagnose? Zo ja, heeft deze je geholpen? Het heeft me niet geholpen, maar ik heb hem ook niet. <laughs> nee, ik heb geen officiële Waarom diagnose. Waarom heb jij geen officiële diagnose? Uh, ja, dat is een goede vraag. Uh, ik denk dat ik nooit aan de psychische hulp ben gegaan op mm. die manier. En dat ik op een gegeven moment wel achter was uh, in 20 jaar dat angst was. Ja, ik weet eigenlijk niet heel eerlijk gezegd waarom dat nooit is vastgesteld. Ik denk dat dat. Wilde je dat niet? Nou, toen ik op een gegeven moment dacht dat ik. Uh, wist dat ik last had van angst, dacht ik van ja, is dat dan nodig een week toch dat het angst is? Maar jij hebt ook misschien toen je jong was, heb je wel hulpverlening gehad? Ja. Maar je hebt. In, op latere leeftijd ook niet meer therapie gehad of gesprekken? Um, ja, nee, gesprekken? niet. Ja, wel. Ja, ook wel. Ook wel, maar dat, okay. ja, dat, dat voelde ik me nooit zo heel erg. Ik vond het altijd een beetje aanstellerig of zo. Maar ze stellen ook niet altijd diagnoses, hè? Nee. Als jij met een bepaalde hulpvraag komt... Ja, ja. ik ben ook nooit met een hulpvraag gekomen, dus ik denk dat dat het ook wel is. Maar uh, ja. ja, nu achteraf denk ik wel van ja... Misschien had het me wel geholpen. En toen dacht ik altijd van ja, kijk, waarom heb ik het nodig? Ik weet toch wie ik ben in principe, dus ja. Nee, ik vind dat het is nog een constante struggle in mijn hoofd. Ik weet niet of ik een diagnose zou willen of niet. Voor hmm, iets. Oké. Okay. Jij hebt hem wel. Ja, ja jij zei vandaag al tegen mij, als jij... Uh de diagnose autisme ontvangt. Ja. Uh, ontvangt. Ik nam hem in ontvangst. Ja, je nam hem uh, ja, in een groot pakket. Dan ik ja. hem in ontvangst. Uh, vervallen dan je voorgaande ja. diagnoses. Ja. Maar dat weet ik dus eigenlijk niet. En ja, me ook af. Want dan heb ik officieel heb ik toch wel een hele lijst aan diagnoses. Ja, persoonlijkheidstoornis. <laughs> toch? Borderline. <laughs> ik weet niet zo goed wat ik allemaal heb. Ik heb die papieren weggekregen. management. Was daar helemaal is klaar we... mee? Toen ik eenmaal mijn echt. Oh, ja, ik uh, ja? ik ontdekte dat. Staat, staat er op je dingetjes, op, uh, op je gezondheidsnet? Of dat zo heb ik. Nee, dat iets. staat daar niet. Nee, nee. Ik, ik, ik zeggen... vind dat er rare uh, weinig informatie bekend is echt, van mij. Ja, bij mij staat er alleen. Uh, kan angstig zijn of zoiets. Ik denk dat ze zelfs. Uh, maar ja, medische ja. gegevens mogen ze voor mij hacken, want er staat echt weinig. Er staat bij mij ook niks. Nee. Weet je dat dat. Ja, volgens mij staat autisme er wel in, maar niet de angst. Ja, dat is ook uh. wel te zien, toch, meid? Ja, in principe hoeft dat niet op papier te staan, bedoel nee, je? Nee. nee, of in de computer, nee. Ja, ik zeg het er soms ook wel eens bij en dan, dan kijken ze niet eens verbaasd. Nee, dan denk ik, denk ik wel, hallo jongens, nee, doe eens even the meer the alsof fuck? je het niet verwacht had. Weet je, hoeveel, weet je hoe lang ik erover <laughs> heb gedaan voordat ik deze diagnose kreeg? <laughs> ja. ja, maar goed. Maar uh, vorige week zei ik dat we het over budget gingen hebben, maar we hebben toch even een kleine change of plans. Because ja. because budget is boring. Budget, nee, daar gaan we het oh. nog wel over hebben. Maar uh, uh, we hebben vandaag de documentaire gekeken van uh, Dionne over... Uh, uh, moordpillen. Nee, moet je niet zo letterlijk nemen, de moordpillen. Nou ja, de moordpillen was... Uh, haar uitleggen daarover was dat het letterlijk pillen zijn waar je moord voor zou kunnen plegen. Ja, precies. Maar want de meeste mensen, zo... mensen denken dat het ja. op een andere manier. Dat ja, je, dat ze je vermoorden. De... Ja, precies. Ja. Ja, nou, ik vond het wel een goed gekozen titel, want mensen hebben het er wel over. Maar niet niet letterlijk een moord, figuurlijk een moord voor zou willen ja. plegen, denk ik. Maar... We zaten hem zo te kijken en ik dacht van ja, ik herken wel wat dingen sowieso. Maar we mm -hmm. vonden sowieso over het algemeen gezien echt een, een documentaire dat je denkt ja, een goede Goed de, gemaakt. Goed gemaakt ja. en eentje waar je even wel over na kan praten. Dus nou ja, ja laten, we dat, uh, laten we dat vooral gaan doen. Want waar ging de docu over? ja, het ging over uh, voornamelijk over ADHD-medicatie. Ja. En ik weet even al die namen niet, hoor, want ik ja. heb daar nooit aan. De ge... enige waar, die ik altijd ken is uh, ad, uh, Ritalin, Ritalin, Ritalin de concerta. Uh, concert, concert concerta. 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 Ja. concerta. Ja. Alsof ja. je naar een concert gaat. Ja. Ja. Maar daar gingen de, de zoektocht begon daar dat ze, mm. dat ze vooral wilden weten van um, ben ik eigenlijk dit, is dit wel goed voor me? Gebruik ik het ook wel goed? Want ik heb een eigenlijk uh, heeft ze nooit echt uh, Goede informatie over gekregen, ze dus is het maar gaan gebruiken. Nee, ja, en dat verbaast mij ook altijd wel. Dat ik ben ook een hele tijd geleden, toen was ik denk een jaar of 18, ja. toen uh, kreeg ik inderdaad antidepressiva. ik kreeg nog wel begeleiding erbij, maar ik hoorde dus ook van heel veel mensen dat ze een recept krijgen voor een bepaalde diagnose en uh, dat er dan niemand meer is die er controle op heeft. Dat je eigenlijk als je als je er iets zou mee willen, dan moet je zelf erachteraan gaan. Ja. Terwijl dat wel bijzonder is, toch? Want... Ja, het is wel een uh, iets wat uh, ik, waar ik denk dat er begeleiding bij komt kijken. Maar dat het ook wel goed is, want werkt ja. het wel goed. Uh, kijk, als je er als je er uh, goed op gaat, omdat je goed je, je hoe noem je dat, je, uh, je goed kan concentreren. Of tenminste, in mm -hmm. ieder geval je kan doorwerken en je, je popt hem om, om nog verder door te kunnen gaan. Wat Dion ook wel deed. Uh, maar ja, misschien zegt een arts wel tegen, ja, maar zo moet je hem eigenlijk niet gebruiken. Wat volgens mij wel ook bij haar zo was, hoe zij hem gebruikte was, eigenlijk niet per se de bedoeling, had ik het idee. Nee. nee. En, en, en zij vertelde ook dat ze vooral uh, van die rebounds kreeg en dat ze heel mm -hmm. vermoeid of juist uh, gespannen volgens mij ook wel werd of zo. De, althans, dat, volgens mij vooral veel vermoeid en echt een reboundachtige klachten. En uh, dat herken ik wel uh, uh, van andere mensen die ook wel met Ritalin. Uh, die ik in het verleden ken, die, uh, die dan op een gegeven moment overgestapt zijn op Concerta. Omdat dat langer werd... Um... De werking is langer. Ja, de werking is langer. Oh, ja. Ja, ik heb het zelf nog nooit geprobeerd. Heb jij wel zoiets geprobeerd? Nee, thuis? nooit. Maar dat, dat leek me dus wel interessant. Um, maar ik ga er niet een recept voor halen of zo. Kan dat überhaupt zomaar? Ik denk dat ik het wel kan krijgen, Ja? Ja. Ja, ik ben toch op papier, ben ik toch autistisch. Ja. Als ik aangeef dat ik het leven zo niet aan kan en dat ik wat nodig heb qua medicatie, dan denk ik wel dat ik dat soort medicatie zou kunnen krijgen. Ja. 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 ja ik vond het over het algemeen sowieso interessant, want ze lieten dus ook... Um, uh, uh, de documentaire was dus eigenlijk zo... Ze ging onderzoeken naar de ADHD-medicatie. Gebruik mm -hmm. ze hem wel goed? Ging ze met andere mensen met ADHD of ADD-klachten? Uh, Ging ze praten, maar ze ging ondertussen ook op zoek naar van is de diagnose die ooit gesteld is, namelijk ADD slash ADHD, wel toereikend genoeg voor mij? Hmm. Want ik merk dat ik tot wel hele dingen aanloop. Ja, veel vermoeidheid had. Vermoeidheid ook over. vooral. ja. Ja, en als ze zich afvroeg, kan ik dan wel stoppen met die medicaties... omdat ik echt weet uh, ja, wat, wat er nou met mij aan de hand is, ja. denk ik. Ja, ik, vond het, ik vond het heel interessant, omdat ik uh, dacht in eerste instantie van... oké, okay, je gaat dus een medicatieonderzoek, maar ik vond het wel mooi dat ze ook echt ging kijken van... ja, is het toereikend? Gebruik ik het goed genoeg? Mm -hmm. uh, maar is er, of is er iets beters voor me? Of uh, uh, moet ik ermee leren omgaan? of uh, Want een vriend, die zei ook tegen van ja het kwam wel zoveel naar voren dat hij zoiets had van misschien ik, ik zou het wel uh, leuk vinden of, of ik zou het wel mooi vinden om, om te kijken hoe je zonder medicatie zou reageren. Ja, ja ik denk ook dat, uh, dat als je natuurlijk nooit weet hoe je partner is zonder bepaalde medicatie, dat je er ook wel benieuwd naar bent. Want je weet ook natuurlijk, het is altijd het beste om dingen op eigen kracht te, te kunnen. Ja. En dan moet je het wel kunnen inderdaad. Ja. Ja, ja ik, vond het, uh, ik vond het wel mooi en intiem. En uh, ze ging dus ook echt uh, naar een psycholoog toe. Uh, en ze kreeg ook een psych psychologisch onderzoek. Dus een psychiater was Psy het hè? Psychiater, sorry. Psychi is het dan een psychiatrisch onderzoek of is het een psychologisch onderzoek? Ja, ik weet niet. Was staat daar verschijnt tussen denk ik. Gewoon een diagnose traject. Ja. Ik denk dat moeten we iets verklappen daarover? Want als je dus, me, als mensen zoiets hebben van ik wil hem nog zien, zou ik hem even afzetten. En dan ja, spoilerderad. En daarna dit even luisteren. Ja, daarna dit even luisteren. Maar voor de mensen die nu nog luisteren en denken van nou ja, ik ga hem niet kijken of ik heb hem al gezien. Dan gaan we nu een kleine spoiler geven. Ja. Want in dat diagnosetraject komt ze er dus achter aan het einde dat ze ASS heeft. S. Fine yes. ass. Fine ass, yes. Ik vind die afkorting echt... Ik heb die afkorting, de hashtag, een keer gebruikt. En toen klikte ik erop en toen kreeg ik allemaal konten in beeld. <laughs> chica, <laughs> allemaal chica, big asses. Chica de ass, yes. <laughs> ja. Maar dat vond ik wel. Dat ik, dacht, ik, ik vond hoe, hoe ze ook... Um, nou, ze, ze leken niet heel erg... Uh, ondaan, van ondaan van te zijn. Van ofzo, en dat vond ik wel mooi om te ja, zien. Misschien had ze er ook al eens een keer aan gedacht. Ik weet het niet. Ja, dat weet ik ook niet inderdaad, ja. Maar het is inderdaad, ik vond dat ze er kalm op reageerden. Ja. En ook toen ze de vriend van de telefoon had, dat die er best wel kalm op reageerde. Ja. Dus ja. ik denk dat is best een goede omgeving om te hebben. Ja, denk maar ik. ik vond het ook wel mooi, want dan denk ik van ja, weet je, uh, met die document die wij hebben gemaakt, probeerden we al mensen wat meer te laten zien van, joh, mm -hmm. dit is wat breder. En als je ziet ja. dat uh, zo'n meid zoals Dionne bijvoorbeeld, waar die, uh, nou. Meer kan als dat heel veel mensen denken dat je met uh, autisme zou kunnen, mm -hmm. uh, is het mooi om een beeld te zien van iemand die dat dan op een latere leeftijd. Voor haar is ruk natuurlijk, ze is even ouder als ik, 33. Yeah. Om nu pas de diagnose te krijgen, mm -hmm. is toch best wel intens, denk ik. Yeah. Uh, maar het is wel mooi om te zien dat, uh, dat je kan zien dat iemand gewoon ook. Uh, toch het leven kan vormgeven en toch uh, er een leven van kan maken. Ook ja, al en ook succesvol kan zijn. Succesvol kan zijn ja. Ik denk dat dat voor, uh, voor veel ook uh, wel uh, vertrouwen geeft. Dat er iets goed kan komen, denk ja. ik. Als in. Ik bedoel niet goed kan komen dat iets weggaat, maar dat je het vorm kan geven, daaromheen. Ja, ja, Want uh, ik denk natuurlijk met autisme is dan het idee van dat je ervan gene kan genezen, is er natuurlijk vaak niet. Nou die... Bij de meeste niet dat zijn natuurlijk was... sommige mensen die denken dat ze er wel van kunnen genezen. Maar ja. ik ben ervan overtuigd dat dat gewoon iets is wat bij je hoort en bij je blijft. Ja. Maar je kunt natuurlijk wel ermee leren omgaan, je leven vormgeven... dat het voor jou veel beter en makkelijker dit uh, ja. aan kan. Ja, ja, ja. Maar uiteindelijk, want... Wij, want ik had uh, toen ze die, tra die, die trailer of die teaser online had gezet toen had ik haar ook een bericht gestuurd van nou ik ben wel interessant want ooit heb ik ook wel eens met Rita Linde onderzoek willen doen uh, mm. uh, heb ik toen ook wel beelden voor gemaakt maar dan heb toen heb ik er nog nooit mee wat mee gedaan eigenlijk uh, toen dacht ik eigenlijk dat het daar op, op overging over mm -hmm. gewoon van wat doe nou eigenlijk met je en, yeah. uh, uh, maar nu, nu ik het gezien heb, denk ik, oh ja, oké, okay, het is wel een heel breed onderzoek uiteindelijk geworden van. En wat ik mooi vind, is dat het dan op één persoon wordt ge, getoetst, eigenlijk van, van haar. Ja. En ze hebben wel wat mensen natuurlijk erin gebracht, maar wel op haar, omdat mensen al het idee hebben zoals ze haar ook kennen. Ja. Dus dan kan je veel beter en goed beter meeleven, ook met iemand. Mm -hmm. Maar ik vind het mooi dat ze dat allemaal heeft laten zien. Dat ze ook dat uh, aandurft in die zin. Ook het, de, de flaws, ja, te zeker, even, dus het ja. flaws te laten zien. Dat uh, het huishouden niet helemaal uh, goed ging. Of dat ze mm. dingen vergat. Vrijderuit. Ik vond uh, uh, de scène van de vriend die steeds allemaal dingen vond van ja. haar in huis en zo. Dat is best wel kwetsbaar om dat te laten zien. Ja, zeker. Dus ik vind dat wel... Ja, Dat, dat moet toch altijd wel even geprezen worden. Vind ik ook, vind ja. ik. Dat je je nek uitsteekt om andere mensen ook te kunnen helpen eigenlijk. Ja, en inderdaad, het is een kwetsbaar onderwerp. Dus dat, uh, dat vind ik altijd mooi om te zien. Ja. Ja, het stukje wat ik dus heel interessant vond. en wat ik niet had verwacht dat ze dat er misschien in zouden laten. is uh, een stukje voeding. Oh ja. ja. Um, iets waar ik de laatste tijd ook zelf al een beetje mee bezig ben. gezien uh, ik natuurlijk best wel veel uh, snoep en dat soort dingen eet. En ik steeds meer merkte dat ik daar best wel. Uh, Gespannen klachten van kreeg en dat ik ook merkte dat doordat ik bijvoorbeeld op een dag uh, uh, een te test deed, dat ik dan daarbuiten niet zoveel voedzame dingen bijvoorbeeld had, dat ik dan me eigenlijk heel naar begon te voelen. En eigenlijk de afgelopen weken, maanden is daar steeds meer een klik in mijn hoofd gekomen, waardoor ik ook ga proberen dit jaar daar op een andere manier mee om te gaan. In ieder geval, ja. ja. maar ik vond het mooi dat ze dat liet zien. En wij zitten sinds twee weken, drie weken, zijn wij ook bezig met. Uh, Bewuster, uh, bewuster bezig eten, zijn. bewuster uh, alles koken en uh, iets meer kijken naar: oké, okay, wat, wat zouden we kunnen eten? Ja, yeah. uh, ik moet wel zeggen: daar zijn we. Dat is nog wel een leerproces. Ook het feit van uh, structuur in je leven krijgen en dat soort dingen is ook een leerproces. Mm -hmm. Maar dit hoort daar een klein beetje bij. We proberen, we hebben allebei een hunkering naar een soort van structuur en wat meer yeah. uh, betere voeding eigenlijk ook in die zin, mm -hmm. die wat meer voedt in die zin. Um, en ik vond het wel interessant dat dat dus in die documentaire ook een, een klein stukje werd aangetikt. Omdat dat toch wel een ding is waar volgens mij veel mensen of niet over willen weten, of niet aan willen denken. Of, of misschien ook niks over weten. Ik denk ook. die link ook vooral niet leggen. Ja. Want uh, ik weet dat dat bij jou ook wel een tijdje geduurd heeft. Ja, zeker. Als jij bijvoorbeeld een spannende dag had, je hebt bijvoorbeeld een presentatie gegeven en uh, dan aten wij altijd makkelijk, weet je, ja. gingen even bestellen. Ja. Um, en dan, omdat je denkt van even iets vieren, even leuk. Ja, vieren, makkelijk, niet nadenken over uh, eten koken of in huis halen überhaupt. Ja. En, um, maar omdat je van de spanning van zo'n presentatie kon je al moeilijk slapen. Mm -hmm. En er kwam er ook nog bij dat er van alles in je lichaam bezig was om het eten te verwerken. Mm -hmm. Wat voor jou gewoon nog zwaarder viel eigenlijk. Ja, dat, er, dat, er veel, uh, dat ik daar eigenlijk ook nog onrustiger van werd, waardoor ja. ik nog veel minder goed sliep. De afgelopen weken, maanden eigenlijk. Na, nou, jaren misschien wel hoor. Omdat jij zegt toch ook, je had toch ook in, die, in de angstcursus geleerd van dat uh, je lichaam bepaalde dingen wegfiltert. Ja. Uh, dus bijvoorbeeld uh, de manier waarop je lichaam eten, verwerkt, je darm en zo. Je voelt het normaal gesproken allemaal niet. Hartkloppingen niet? Nee, en zodra jij wat meer gespannen bent of, of, of overprikkeld bent, dat je lichaam. Een beetje moeite heeft met het wegfilteren, dus dingen door laat komen. Ja. Zo voel je opeens het verwerken van je eten. Je voelt opeens je hart kloppen. Ja. Uh, je voelt opeens hoofdpijn of buikpijn. Um, en natuurlijk, als jij een, een vette hap hebt gegeten, mm. dan heeft je lichaam echt wel even nodig om het te verwerken. Ja. En je lichaam kan dat natuurlijk gewoon meestal gewoon goed aan. Hè? Als je normaal gesproken een, um, dat niet al te vaak doet, dan is het natuurlijk geen probleem. Maar op zo'n dag dat je al spanning hebt en dat je lichaam dus van alles doorlaat. Mm. Ja, heb je toch ook bepaalde soort voedingsstoffen, denk nodig die je dan anders niet krijgt. Ja, die je lichaam niet zoveel werk kost om te verwerken, denk ik ook. Ja, ja. Dus uh, dan, dan ja, ik denk dat dat wel een link is die je gelegd hebt die best wel kan helpen om, om het allemaal wat rustiger te krijgen. Ja, dus, dus we zijn daar uh, ook volop in proces mee bezig hoor. Want we zijn er ook over aan het inlezen, over ook aan het proberen eigenlijk op onszelf. Gewoon van wat, wat werkt, wat werkt niet. Ja, en vooral niet al te veel druk erop leggen, denk ik. Want uh, ik heb nee, wel want vaak moet het iets, leuk blijven. Ik heb wel vaak als ik iets wil doen, dat ik het dan echt vol 100% wil omgooien. Ja. En, en dan merk ik gewoon dat ik dingen niet volhou. Ja. Zoals ik vroeger wel eens uh, uh, dacht van, uh, nou ik wil nu alleen maar gezond gaan eten. Nou dan hield ik het misschien een week vol en dan was ik helemaal, was ik helemaal zat. Ja. Terwijl als je het wat rustiger aandoet, dat je gewoon bewuster met je eten omgaat. en uh, wel nog gewoon lekkere dingen af en toe blijft eten waar je zin in hebt. Ja, ik denk dat het een hele andere, een andere manier is van. Uh, ja, toch een beetje je levensstijl omgooien. Ja, ja, dat denk ik ook. Dus uh, daar zitten we een beetje in het proces. Uh, en daarom dacht ik vond ik het ook wel leuk om het hier even over te hebben. Omdat mm -hmm. we toch wel wat dingen dachten. Ja, wat uh, overlap was. Wat overlap was van de dingen <laughs> ja. die wij hier op dit moment mee bezig zijn en zo. Maar um, om nog terug te komen op de docu, voor, voor wie zou dit uh, interessant zijn eigenlijk om te zien? Ik denk sowieso een breed publiek om, ja, heel om als, breed je publiek als je ja. geïnteresseerd erin bent, maar ja. denk ook wel als je, als je echt niks van onderwerpen, zoals inderdaad medicatie gebruiken en dat soort dingen, uh, af weet of, of wat ADHD is trouwens ook. Ja. Of ADD. Uh, of wat de verzamelnaam is. Want we, we hebben er iets zelf ook iets uit geleerd. Ja. Wat jij nu bij jezelf ook wel dacht. Van, oh ja. Ja, nee, ja, ik was wel... Uh, ik zit wel vaak uh, nou ja, in die hoek natuurlijk. Ook op, op social media zit ik wel veel te kijken bij ADHD. En ik herken gewoon heel veel dingen. Hm. Ik ben ook heel chaotisch. Ik kan ook niet via een planning of structuur werken. En uh, raak veel dingen kwijt. Um, ja, ik heb ook eigenlijk heel veel baat bij een planning, maar kan lukt gewoon niet om die te maken. Dus ik zat een beetje te denken van, hey, ben ik dan misschien ook heb ik dan misschien ook ADHD naast um, mm. autisme? Maar um, toen werd er eigenlijk in de documentaire door de psychiater gezegd, doordat je overprikkeld bent of vermoeid bent. Kunnen er ook kunnen de symptomen van ADHD ook voorkomen als in dan word je ook vergetenachtiger en dan word je ook chaotischer. Nou, ja, dus dat zou je dan met elkaar eigenlijk kunnen mixen en dan zou je kunnen denken van oh ik ben een AD ik heb ADHD, maar dan zijn het alleen de symptomen die je misschien voelt. Ja, dat zou kunnen, maar zij zei ook van er is ook zoveel overlap en dat is niet voor niets ja, ik denk dat het gewoon ook ja, dat dat je uh, dat er ook gewoon heel veel herkenbare dingen zijn. Um, maar daar heb ik eigenlijk wel uit gehaald voor mezelf. dat Ik denk van, dan is het best logisch dat als ik overprikkeld ben, dat ik ook geen structuur kan toepassen in mijn leven. Nee. Dat, dat het niet raar is of zo. Of dat daar iets, daar iets mis, in, mis in iets is dat ik harder moet proberen. Ik denk dat ik juist uh, het leven wat meer op orde moet krijgen. Erik, dat, uh, ja. ja, dat is eigenlijk heel dubbel wat ik nu zeg. Ik moet het meer op orde krijgen, maar het lukt op dat moment eigenlijk niet. Ja. Ik zou eigenlijk wat meer moeten uitrusten. <laughs> Nou ja, goed. Of Het is goed, nog een zoektocht. Ja, uh, echt echt rusten en niet in de zin Nee. Want wij zoeken ook nooit echt naar... van hoe maken we echt rust. Nee, wij zijn ook eigenlijk helemaal niet bewust. Nou, nu wel steeds bewuster van wat we de hele dag eigenlijk doormaken... dat is best wel intens is. Dat ik de, de grotgasse dag op Reels zit te scrollen, scrollen bijvoorbeeld... dat is eigenlijk hartstikke slecht voor mijn geest. Ja. Dat ik de dag begin met YouTube kijken... en de dag eindig met tv-programma's kijken. Ja, is dat wel allemaal zo goed? Ja, je prikkelt je, prikkelt je brein heel de tijd. Ik blijf ja. de hele tijd prikkelen. En daarom heb ik ook vaak het gevoel... ik heb niet eens tijd om een boek te lezen... Ja waarom? Ja, waarom heb ik geen tijd om ja, omdat, te lezen? We, het is we er soch, wel. Omdat we verslaafd zijn. Omdat je constant die hebt van bezig, bezig, druk, druk, druk. Ja, maar ik ben dus ook het persoon wat dus inderdaad altijd iets nog op de achtergrond aan wil hebben mm -hmm. of zo, Omdat niet... Ik kan slecht tegen stilte. En dat vond ik wel grappig, dat ze met Giel op die bank zat. En dat ze... Je zag haar gewoon, dat ze niet tegen die stilte ook mm -hmm. gewoon kon. Herken ik wel. Ik heb dat ook. Ik probeer het wel door uh, meditatieoefeningen te doen. Al moet ik zeggen, de laatste weken verslof ik het weer. Mm -hmm. uh, maar... Als ik dat doe, dan, dan herken ik wel dat je dan op een gegeven moment denkt... oké, okay, hoe laat is het nu? Of uh, is het nou bijna klaar of zo? Daarom heb ik een geleide meditatie die ik ken. Want dan weet ik ongeveer wanneer het einde is. Dus het is wat makkelijker om naartoe te werken. Maar ik herken wel dat die stilte is. Ook wel heb ik altijd last gevonden. Als ik als alleen thuis was, zet ik altijd iets aan. Ook ja, ik, ook. ik weet niet of dat precies hetzelfde is wat zij hebben ervaren hoor. Mm -hmm. Maar ik merk wel bij mezelf dat ik altijd een soort van iets nodig heb in de achtergrond. Of iets om. om... Ja. Ja, om de spanning weg te werken. Terwijl je juist spanning daar ook van kan krijgen. Ja, maar het zijn ook wel taken die, als de taken echt zij zijn, dan, dan zoek je ook wel automatisch naar afleiding hoor. Ja, om de taak beter aan te kunnen. Ja, dat is waar. Dus maar, heb ik geleerd in een boek. Maar soms zie ik jij wel eens met een podcast en muziek en editen. En dan denk ik van: die nou, is gek. podcast muziek en editen dat doe ik niet meer. Nou, er staat hier muziek op. Oh, dat, heb je wat dan in je oren? Ja, dat hoor ik dan niet meer. Nee, nee. maar als ik iets in hoor, dan heb ik geen podcast nee? aan, hoor. Nee, dan ben ik gewoon aan het editen. Ah, en dan okay. is dat op de achtergrond aan. Oké, okay, nee, daar valt nog wel mee. Maar ik uh, denk wel, zoals ik jou bezig zie, denk ik van... Uh er nog even nog meer prikkels opgezet worden. Ja, maar ik, ik ben mezelf echt continu zoveel prikkels aan toevoegen, dat op een gegeven moment, dat ik zelfs die trui aan moet gaan doen, omdat ik uh, het idee heb, ik ben overprikkeld. Ja, ja. Ik hoor wel bij de Overprikkeld Club dan. Jij ja, hoort sowieso bij de Overprikkeld Club. Hoezo? Dan hoor jij gewoon. Uh, Oké. Okay. <laughs> nee, maar goed, dit is wel, uh, het is weer interessante informatie die we mee kunnen nemen, ook in uh, de dingen die wij zelf maken, denk ik. In onze prachtige reis, toch? Ja, maar dat is wel zo, we, zijn, we willen natuurlijk ook een boek schrijven en zo en, en, en huh? hoe... Dat heb je ja. toch nooit geteeld, dat wij een boek willen schrijven? Ja, dat hebben we al vaker ja? gezegd in de podcast. Oh, dat wist ik niet. Nou, ik was niet. nog niet eens over uit of het een boek ging worden of dat het weer een documentaire werd. Kan ook. We hebben toen gezegd dat we een titel hadden, maar dat we nog niet uh, weten. Oh ja, ik betekent, ik het dat is een idee. Hè? het is niet iets. Ja. Als je iets uh, erin stuurt, net zoals een kookboek, het is een idee. Het betekent niet nee, dat je het al doet. Nee, oké, okay, ja, ja, dat is waar. Ja. Dan we dan schrijven. Dan. Ik schrijf wel eens een dingetje op of een, 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 een hebben flabbertje. Ja. En jij hebt dat ook wel eens een klein verhaaltje. En dan Ik ben er wel echt ooit. van overtuigd dat alle kennis uh, die ooit, uh, die nog opgeschreven gaat worden, al eens gezegd is. Maar ik uh, ben dan, hoe je het verpakt? Ja, ik ben ook van mening dat, um, dat je nou, soms dingen heel vaak moet lezen voordat het aankomt. Nou ja, weet je wat het is. Uh, de informatie die wij gaan delen in, in hetgene wat we zouden willen schrijven, want we hebben het hier al vaker over. is inderdaad geen nieuwe informatie. Want het, mm -hmm. het meeste komt gewoon op hetzelfde neer. Ja, het komt eigenlijk altijd wel op hetzelfde ja, neer. Maar de manier waarop en de verhalen die eromheen zijn. En, ja. en dat, dat geven het body, waardoor je misschien het, de situatie beter kan uitleggen. En dat iemand denkt van, oh ja. Zo begrijp ik hem beter. Ja, precies. Ja, Dat is ook zo. Ja, dus, uh, maar het zet echt wel weer aan het denken. En uh, vooral mensen die dus met mentale klachten en zo bezig zijn... denk ik dat dat al een heel mooie, uh, goede documentaire is om te kijken. Maar ook voor mensen ja. die daar helemaal geen kaas van hebben gegeten. Al kan ik me niet voorstellen... Als je onze podcast luistert, dat je daar naar Nee, als je ons ging, luistert, dan heb je sowieso een interesse erin, denk ja, ik. Ja, dus, dus eigenlijk kan ik me aanraden voor iedereen die luistert, uh, dat je hem gewoon gaat kijken. Ja, of als je een diagnose hebt die de lading niet helemaal dekt, denk ik dat oh je ja. wellicht ook wel wat herkenning kan vinden. Ja, ja ik vind het echt een, een aanwinst voor de. Voor de informatie die er over autisme eigenlijk Zeker. te vinden is. Ja, die vrouw, die de psychiater, die vond ik ook wel echt, echt heel goed. duidelijk. En, ja. uh, dat je denkt, oh ja, dat, zo kan het ook uitgelegd worden. Het het volgens niet mij allemaal, met pensioen. Uh. Oh. Ja. Dat is wel, wel jammer. Dat is ook een aanwinst. Hoezo? zou je daarheen willen gaan? Nou, ik denk dat we iedereen daarheen moeten sturen. Ja, ik vond ze een hele goede vrouw. Ja, hoe ook. zij dingen vertelde en hoe Wait, ze. Weet ze ook weer? Zo. Nou, maakt ook niet uit. Ook niet echt relevant voor de video. Nee, dat is niet relevant. Maar... Nee, maar eens, kijk gewoon naar die. De, we hebben het over de vrouw met, uh, met, de, uh, pino, uh, met de Pinopak. Pinopak? Ze hadden op een gegeven moment toch een heel grote blauwe. Dat was een jurk. jurk. Dat schatten toch geen pinopak. Nee, dat snap ik ook wel, maar een geintje. <lacht> <lacht> ja. Ja. Maar goed, nou ja, dus dat, uh, dat wilden we even kwijt. Ja, dat, uh, dat, ik vind dat gewoon geweldig dat soort vrouwen, mensen, mannen gewoon. Wezens. Ja, ik hoor zo vaak van mensen terug dat ze naar de. Uh, een psycholoog zijn geweest en dat ze dan gezegd hebben uh, voel in de angst ik denk misschien autisme en dat ze dan vervolgens allemaal dingen naar hun hoofd krijgen als van ja maar je jij, kijkt me aan je hebt toch vrienden en uh, nee joh dan moet je niet mee komen hoe durf je er überhaupt aan te denken dat soort dingen ik raak je krijgt uh, altijd giftig van hè? ja ik word er giftig van maar ergens heb ik dat ook moeten leren loslaten want ja um, ik kan ook niet met zekerheid zeggen dat er wat in mijn hoofd zit. Wat ik denk dat autisme is ook echt zo is. Natuurlijk. Nee, we hebben wel een bepaald soort beeld door alles ja. wat we, waar we het altijd over hebben. En zo. Dat ik denk van well, ja, misschien denken wij er ook verkeerd over na. Al moet ik zeggen wat we in die documentaire hebben gezien, bevestigde juist wel weer dingen. Ja, ja, kijk, uh, ik kan er wel een tipje van, de, van mijn uh, sluier aan gedachten geven. Nou, gooi. Dan, dan gaan we daarna naar een stukje van de week, zeg ja. maar. Wat is jouw gedachte? Nou, ja, kijk, uh, mijn gedachte is hier over het onderwerp autisme. Uh, dat is eigenlijk gewoon zoveel breder dan het beeld dat er nu eigenlijk is. Dat ik denk... Um, dat het een ander soort hersenwerking is natuurlijk dat ja, weten dat we is dat sowieso. is bewezen oké okay, mm -hmm. dat is goed maar uh, dat het veel vaker voorkomt dan men denkt ja omdat ze nu zeggen geloof ik uh, één op de zoveel wat was ja, het Eén mm. op de honderd ja zoiets dacht ik ja ja, ja ik denk halen we in ieder geval nu dat je vanaf <laughs> <laughs> en uh, nog iets meer en dan uh, komt het wel goed ja ik denk dat het is over verschillende vormen Nou ja voorkomt. denk je niet dat het, dat, dat uh... Vooral in deze maatschappij, er meer tegenaan loopt. omdat ja. we gewoon meer te verwer verwerken hebben. Ja. Wat trouwens ook in die documentaire gesteld werd. Ik had het laatst nog met mijn moeder over. Ik zeg tegen haar. Ik had dat, broek, euh, de, boek, ik had dat boek gelezen over prikkelbrein. En daarin had zij toch gezegd dat wij op een dag. Uh, zoveel prikkels binnenkrijgen wat je vroeger ja, in 40 jaar nog niet. van uh, ja, een paar miljoen prikkels of zo yeah. op een dag. En dat kreeg je in de oertijd, kreeg je dat maar op één dag. Uh, yeah. Of kreeg je dat in 40 jaar te verwerken? Maar toen zei mijn moeder ook dat het leven vroeger echt veel overzichtelijker was. Ja. Het is natuurlijk zo druk. Je hoeft maar uh, een winkelstraat in te lopen. Je wordt overladen met reclame, geuren. En nou ja, dan heb je natuurlijk allerlei soorten uh, opleidingen, banen, stress, zorgen. Over werk, over huizen. Kinderen, Kinderen wel, niet. Kan het wel. Heel ik nou, wel gezond, ik niet gezond. Moet ik bewegen? Moet ik niet bewegen? Moet ik uh, om op vakantie? Of wil ja. ik dan op vakantie? Denk maar daarheen aan, uh, ook aan, aan liefde vinden hè, tegenwoordig. Ja? Een zee aan opties, denkt men te hebben. En, en voorheen was het natuurlijk, mijn moeder, die, die kende dan iemand die weer iemand kende. En dat was dan toevallig. Die vonden ze wel, wel leuk. En dan werd dat zo bij elkaar gebracht. Ja, maar je... niet dat je de. de, de... Uh, hoe noemen ze dat ook weer? De, uh, de illusie van uh, dat keuze. je keuze hebt. Ja, dat geeft ook zoveel stress. Ja. En natuurlijk geeft dat, wel, geeft dat wel ook meer mogelijkheden. Het is niet alleen maar slecht. Als in, wij elkaar natuurlijk ook door de internet ja, leren maar kennen. Uh, als we het internet niet hadden, hadden we dit ook niet gehad. Nee, daarom. Er zijn heel veel mooie dingen. Maar ik denk dat daarom wel autisme... wat ook, naast dat het natuurlijk meer uh, herkend wordt bij vrouwen... Uh, überhaupt op een andere vorm naar gekeken wordt... Um, is het ook wel omdat de wereld dan zoveel meer van je vraagt tegenwoordig dan het ooit gedaan is? Dat, dat mensen er tegenaan lopen, want je krijgt wel vaker ja. te horen van ja, maar waarom uh, nu lijkt iedereen meer Vroeger autistisch. was dat ook vroeger, geen vroeger, ding. Vroeger was nee. dat ook niet zo. Nee, ja, omdat er vroeger niet, of uh, er werd weinig naar gekeken, of mensen met autisme liepen minder tegen dingen aan, omdat dingen gestructureerder waren, minder prikkels, minder ja. uh, uitdaging. Nou ja, misschien niet minder uitdaging, want ze hebben het vroeger ook natuurlijk heftig gehad. Ja. Maar misschien was er ook geen... Uh, letterlijk geen ruimte ook voor, hè? omdat ze gewoon moesten. Weer... Het leven ja, was dat gewoon was zo ingedeeld Een andere manier, zo inderdaad. Een andere manier. En daar werden ook gewoon bepaalde dingen van je verwacht, bijvoorbeeld. Uh, bij mijn vader dan die had eigenlijk al carrièrepad was eigenlijk al een soort van uitgelegd ja. hij ging gewoon doen wat zijn vader deed ja. dat is natuurlijk heel anders dan dat je nu allemaal keuzes dat hebt. je op school al verteld wordt van nou wat wil je de wereld is staat voor ja. je open kies je hebt in maar een boek van uh, duizend pagina's van duizend pagina's ga maar even kies kijken maar. wat jij eventueel leuk vindt om te doen ja, ja ik vond dat een bijna onmogelijke keuze op die leeftijd is het ook ja snackje van de week Ja, ik weet dat jij dit niet als snackje van de week gaat zien, maar oh ik wilde nee. hem zelf drinken. Die boerderijchips. Uh, dit merk was al uh, het snackje van het jaar eigenlijk. Ja, ik ben benieuwd as het as snackje as van het jaar. Mm -hmm. Maar deze wilde ik toch even onder de aandacht brengen in de podcast. Dit is namelijk de Bratz Jurakaas smaak. En het is best wel een, een, een boerderijachtige smaak. Als je hem ruikt. Boerderij. Ja, maar als je hem ruikt dan denk je wel van zo. Ik sta, wel, ik sta echt in de koeienstal. Ja. Maar dit is echt de meest romige, lekkere, pittige kaaschips uh, die ik ooit op heb. Dit is echt, die ja. zak zou voor mij er in één keer doorheen gaan. En als je um, verkouden bent, dan zou ik hem gewoon lekker gaan eten, want... Maar dan ruik je hem niet. En dan proef je hem nog steeds. En dan proeft hij wat minder uh, heftig. Ja. Jij vond hem ook wel lekker, maar je vond hem te heftig, toch? Nou ja, ik ben wel heel erg iemand die uh, zijn neus gebruikt bij alles wat ik doe. Ik vind het wel jammer hoor, dat wij hier in Nederland gewoon die brets niet in de supermarkt hebben. Ze moeten dat echt doen. Dat is Zou gewoon echt... echt de beste chips ever. Ik denk echt dat ik, uh, misschien moet ik Nederlandse importeur worden hiervan. Nou, waarom niet? Nou ja, ik kan heel veel redenen bedenken waarom niet. <laughs> <laughs> Heel veel redenen kan ik bedenken waarom niet. Nee, maar het is, uh, is goed. Gooi die allemaal uit, uh, uit het raam en uh, ga er gewoon voor. Ja, misschien kan ik gewoon ja. uh, chipsimporteur worden. Heerlijk. Dan zie ik je volgende week met een bretstrui aan zitten. Zo, dat lijkt Merchandise. me Merchandise. Cool. Nee, volgende week gaan we het hebben wel over uh, budget. Oké, okay, nee, dan kan je geen bretstrui. En dan ben ik ook, zijn we ook weer terug van vakantie. Oh, heerlijk. Volgende week. Ik kan niet wachten tot we terug zijn van vakantie. Nou, ik kan niet wachten tot we even weg zijn. Zijn we lekker naar uh, Curaçao gegaan, toch? Nou ja, met dat geld uh, wat we hebben gewonnen, zou dat moet, wel moeten lukken, natuurlijk. Oh, nou, maar dan zie je ons volgende week niet terug, hoor, jongens. Nee, dan, dan, <laughs> dan gaat het kanaal opgeven worden. Dan zie je hem me nooit meer terug. Dan ga ik gewoon lekker rentenieren. Ja, heerlijk, hè? Ja. Nee, ik zou nooit stoppen. Nee, maar... dat blijft leuk, hè? Dit, dit soort dingen doen blijft gewoon leuk.